Ja, vrienden, die kabinetsformatie, hè? Wat een ergernis, hè? En dan laat ik nou eens even beginnen alleen al met kakelende Kaag. Hè? Wat tok, 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 en dat zit maar te kakelen en dat doet maar. En die is ook bezig met allemaal spelletjes, die moet mee gaan doen aan het wereldkampioenschap ganzenborden. Want die is alleen maar aan het sturen en aan het sneaken en aan het doen. En dat is stront en stront vervelend. Want die kakelende Kaag die wil dus niet met de ChristenUnie. En er is eigenlijk geen enkele reden op dit moment om niet met de ChristenUnie in zee te gaan. Dat kan makkelijk. Je denkt toch niet dat die medisch-ethische dingen waar ze dan zogenaamd over van mening verschillen. Nederland staat een beetje in de fik. Ja. Ik bedoel, horeca, noem het op, overal gaat het slecht met bedrijven door de pandemie en ga zo maar door. Dan ga je het toch niet hebben over medisch-ethische kwesties, haal nou toch op zich. Dus er kan makkelijk worden samengewerkt met de ChristenUnie. Maar nee hoor, kakelende Kaag heeft daar geen zin in, die is met haar spelletjes bezig. En die wil maar dit GroenLinks met Kneusje Klaver en de Partij voor de Arbeid. En die wil ze er maar bij hebben. En ze blijft ze maar aan de gang. Maar wat denk je nou van zo'n Kneusje Klaver? Daar word je toch ook knettergek van? Van Kneusje Klaver? Waar is die in zijn hoofd mee bezig? Die wil maar en die zal maar op het plus komen. Die wil maar dat kabinet in. Die wil maar graag macht hebben. En die wil maar dolgraag ministertje spelen. Ach, Kneusje Klaver, hou nou toch eens op. Luister eens goed, Klavertje Kneusje. Jij hebt verloren de afgelopen verkiezingen. 6 zetels ben jij kwijtgeraakt. Je bent de grootste verliezer van de verkiezingen. En toch wil jij maar en maar doordouwen en maar doen. Wil jij toch maar dat kabinet in. Kneusje Klaver, er is een wet. Als je verloren hebt, doe je niet mee. Vraag dat maar aan het Nederlands elftal. Die deden mee bij de EK, verliezen van Tsjechië. En konden naar huis en dan doe je niet meer mee met de grote jongens. En zo is het bij jou precies hetzelfde. Als je verloren hebt, doe je niet meer mee met de grote jongens. Keurig het oppositiebankje in en heel erg stil de komende jaren. Zo zit dat, Kneusje Klaver. En Rutte, Mark, alsjeblieft. Hey, wanneer sta jij nou eens op? Wanneer laat jij je nou eens horen? Wanneer sla jij eens een keertje keihard bang met die vuist op tafel? En zeg tegen kakelende Kaag, kop dicht! En je zegt tegen Kneusje Klaver, opgezoden wiet het! En maak nou eens het kabinet wat jij wil, want jij wil niet. Want nou is Kneusje Klaver weer bezig om één geheel te maken met die Partij van de Arbeid. En ja, dat schiet dus ook niet op. Dat wil jij toch ook niet? En Nederland, beste Mark, dat komt in opstand als dit zo doorgaat. En we zouden dus een regering krijgen met zo'n behoorlijk linksblok erin. Dat kan toch niet? Dat is niet de verkiezingsuitslag, Mark. Dat weet jij en ik. Dus wanneer ga jij nou eens opstaan? Mark Rutte, wees een kerel.